Kijk, die Tesla is draaien aan de buitenkant. Start is gevallen. Start valt. Hummer Scott die nam even de afslag helemaal naar buiten. En komt nu van buiten naar binnen. En komt met hele grote stappen richting de leider. En die leider aan de relingzijde is in de PD-kleuren. Hampshire F. Boko, maar nu niet meer. Paarden gaan de eerste bocht in. Aan de buitenkant Hummer Scott. Aan de binnenkant Hampshire F. Boko. Ze liggen naast elkaar. En hij rijdt door aan de binnenkant. Hampshire F. Boko wil hem niet kwijt. Tesla is nu even in gesprek met de leerlingkampioen. En gaat denk ik eieren voor zijn geld kiezen. Want Tesla is niet iemand die dan kosten wat het kost doordrukt. Hij gaat erachter. En zo gaan de paarden de rechte lijn over zijn. Enorm veel tempo in deze koers en de leiding is voor hem Sheriff Boko. Daarachter Hummer Scott, derde plek daarachter is voor Flavius Boko. Paarden zijn nu op weg naar de volgende bocht. 18-2 uit de band is 3 seconden harder dan normaal gesproken. Ging dus even heel hard, maar de tempo is nu wel naar beneden gegaan. En dus kunnen de paarden de tweede band nu naar voren gaan komen. De eerste die dat doet is Hunter Montana. Hunter Montana begint aan de buitenkant op te schuiven. Gaat richting Hindi Heikant. Die ligt vierde aan de relingzijde met Hugo Langeweg. Eens kijken wat Hugo gaat doen, of hij eruit gaat. Natuurlijk gaat Hugo eruit. En dus gaat hij aan het bit naar het tweede spoor, Hindi Heikant. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Nu zit Tesselaar in die heikant komen. Nu zal Tesselaar misschien eruit gaan of blijft hij zitten? Tesselaar blijft voorlopig even zitten. Komen voor de tribune langs. 18 was de opening uit de banden. Daar komt de tweede tussentijd 19-3. De eerste kilometer gaat 18,5 uit de banden. Dat is hard zat. Zo gaan ze de laatste ronde in. Leiding in handen van Hampshire F. Boko. Aan de buitenkant in die heikant. Daarachter Hummer Scott. Dan Hunter Montana aan de buitenkant. Probeert de rug van in die heikant te houden. Dat lukt goed. Daarachter Flavius Boko. Daarachter zit Schoonhoven vast met Darkwitch Sisu. Aan de buitenkant naast hem ligt André Bakker met Cousin Leblanc. Daarachter volgt dan Giant Starlake. Die moet het hebben van een hoog tempo, maar dat valt in deze koers niet helemaal mee. En daarachter aan de relingzijde Crystal Sun. Gaan op weg naar de laatste bocht. Tesla kijkt een keer om zich heen en denkt, hoe moet ik hier nou weer wegkomen? Hampshire F. Boko heeft er weinig zin meer in en die wordt nu gepasseerd. Tussentijd 15-8 door Hindi Heikant. Hindi Heikant slaat op de vlucht en zo gaan ze de laatste bocht in. Hindi Heikant, Hummer Scott zit intussen helemaal vast. Daarachter op plek 2 aan de buitenkant nu Hunter Montana. Derde is Hampshire F. Boko, vierde Flavius Boko. Dan daarachter volgt aan de relingzijde Hummer Scott. En zo zijn ze halverwege de Tjarda bocht. En Hummer Scott kan er nog altijd niet uit. Tesla kijkt links. Tesla kijkt rechts, maar nog altijd geen gaatje. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Het is nog altijd Hindi Heikant die leidt. Nu kan hij mooi binnendoor. Hindi Heikant, daarachter Hummer Scott. Nu nog een slalom naar buiten. Als hij dat redt, is het een standbeeld. Het is een standbeeld voor die Tesselaar. Hummer Scott gaat hem winnen. Tweede plek Hindi Heikant. Derde Flavius Boko. Mooi gedaan, Dion Tesselaar. 16-2.